Dit zijn dus de wervels en dit is het deel van de broeipoort. Poortje eraf. Dat doen we door een heel klein sneetje te maken aan de zijkant. En dan snijden we deze even iets in. Dan halen we die. Ja, dan druk ik het dijbeentje, zo'n vrichtje vrij. En dan kan ik hem nu zo heel mooi omvouwen. En dan zet je hem in. Thank you.